Mevrouw de voorzitter, wat de eerste Nederlandse coffeeshop was, is omstreden. Was het nou Sarasani in Utrecht of het Amsterdamse Mellow Yellow? Maar feit is dat al zo'n 50 jaar geleden besloten werd tot een nieuwe omgang met softdrugs. Vanwege de erkenning dat sommige drugs veel schadelijker zijn dan andere en vanuit de wens om de markt tussen soft- en harddrugs niet te vermengen. Nou, cannabis is in Nederland nooit gelegaliseerd, maar het gebruik en de verkoop worden sindsdien gedoogd. Wel onder strikte voorwaarden. Coffeeshops mogen geen reclame maken, geen harddrugs verkopen, geen overlast veroorzaken, geen jongeren toelaten, geen grote hoeveelheden verkopen en op voorraad hebben. En in principe mogen alleen ingezetenen van Nederland cannabis en hash kopen. In de afgelopen jaren zijn veel gemeenten geconfronteerd met de negatieve kanten van de cannabisverkoop en productie. Verloedering in sommige wijken en steeds meer gemeentebesturen kiezen daarom voor harder handhaven van de voorwaarden. En als gevolg daarvan is het aantal coffeeshops in de afgelopen jaren ook fors teruggelopen. Van meer dan 1500 in 1995 naar minder dan 600 vandaag. Maar waar de overlast goed kon worden aangepakt, is de link tussen coffeeshops en criminaliteit een blijvend probleem. En die vloeit voort uit het feit dat de productie van cannabis en de toelevering naar coffeeshops nog steeds niet gereguleerd is, illegaal is, strafbaar. En de georganiseerde misdaad heeft aan de wietproductie flink kunnen verdienen. En om die georganiseerde misdaad de wind uit de zeilen te nemen, om een coherenter beleid te formuleren en de achterdeur te reguleren, heeft deze Kamer in 2017 het initiatiefwetsvoorstel van collega Bergkamp en Berndsen Jansen aangenomen. En het wetsvoorstel ligt op dit moment op de plank in de Eerste Kamer. Nou, de roep om de verkoop van cannabis te reguleren of te legaliseren speelt veel breder dan alleen in Nederland. In verschillende landen is cannabis gelegaliseerd, zoals in Uruguay en Canada, of op een andere manier gereguleerd, zoals in enkele staten in de Verenigde Staten. Nou, dat laat onverlet dat er spanning is met internationale drugsverdragen. En wat GroenLinks betreft worden de verdragen zelf aangepast, maar onderzoek van de Radboud Universiteit heeft aangetoond dat ze ook nu al enige ruimte laten via de band van de positieve mensenrechtenverplichtingen. Als legaliseren leidt tot minder criminaliteit, tot meer veiligheid, tot verbeteringen op het vlak van volksgezondheid, ja, dan kunnen staten besluiten, ja zelfs verplicht zijn, om af te zien van een totaalverbod op drugs, van een war on drugs met zijn negatieve implicaties. Als. En het experiment dat biedt ons de mogelijkheid om te weten of het legaliseren en of het reguleren van cannabis inderdaad positieve effecten kan hebben op de realisatie van mensenrechten. En dat is de meerwaarde van het experiment dat in het regeerakkoord is vastgelegd en waarvan we het wetsvoorstel vandaag bespreken. Of beter gezegd, het kan de meerwaarde zijn van het wetsvoorstel. Maar daarvoor moet het natuurlijk wel zo zijn opgezet dat ook die lessen echt getrokken kunnen worden op een geloofwaardige en wetenschappelijke manier. En in navolging van de Raad van State en van de adviescommissie Knotneres betwijfelt GroenLinks of dat nu voldoende het geval is. Allereerst is het experiment wel heel beperkt van opzet. Maximaal 10 gemeenten. Terwijl we niks weten over de omvang van de gemeente en of hoeveel coffeeshops die hebben. Vanwege de verplichting dat alle coffeeshops in een gemeente moeten meedoen, hebben sommige gemeenten, zoals Amsterdam, nu al aangegeven dat ze dat niet zien zitten. En kan de minister aangeven waarom het maximum van 10 gemeenten op deze manier is gesteld? Waarom is niet gekozen voor een bepaald percentage coffeeshops van het totaal of van een andere indicatie? Maar wat is nou de wetenschappelijke onderbouwing voor een maximum van 10 gemeenten? En dan is er het probleem met de eindigheid van het experiment. Na afloop zullen de coffeeshops weer terug moeten naar de huidige situatie. In schriftelijke vragen stelt mevrouw Bergkamp dat het een hardnekkig misverstand is om te stellen dat coffeeshophouders na afloop van het experiment terug moeten naar die huidige situatie, ongeacht of het experiment positief of negatief heeft uitgepakt. Maar hoezo is dat een misverstand? Ja, de minister zegt in beantwoording ook dat in de berichtgeving gecommuniceerd is dat het experiment na 4 jaar niet automatisch stopt. Dus dat is hoe de minister zegt. Nou, dat kan misschien gecommuniceerd zijn, maar waar staat dat dan precies in de wet die we hier voor ons hebben? Als ik artikel 4 van de wet lees, heeft het experiment een looptijd van 4 jaar, tenzij bij algemene maatregel van bestuur een andere looptijd wordt bepaald. En die andere looptijd, bij ANVB bepaald, die mag maximaal 1,5 jaar zijn. En daarna houdt de tekst op. En mijn vraag aan de minister is, ja, dan houdt dus na maximaal die tijd en na die verlenging het experiment toch gewoon eigenlijk automatisch op. Het kan natuurlijk zo zijn
dat de Tweede Kamer in de tussentijd een andere wet aanneemt. He, dat kan altijd. Wie weet brengt mevrouw Bergkamp in de tussentijd haar wet wel in stemming in de Eerste Kamer. Ja, het kan. Het kan ook zo zijn dat de regering op basis van de resultaten van het experiment besluit om een nieuw wetsvoorstel naar voren te brengen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar volgens mij is het wel zo dat op basis van deze wet afgesproken is dat het een tijdelijk experiment is waar automatisch een einde aan komt en waarna de vroegere situatie moet worden hersteld. Klopt dit wat ik zeg, of kan de minister aangeven waar nu in deze wet staat dat we niet automatisch terugkeren naar de situatie van op dit moment? Overigens interpreteert de commissie Knotneres de wet die nu zo voorligt ook zo dat ongeacht de resultaten aan het eind de situatie moet worden hersteld zoals die nu is. En de commissie noemt die voorgenomen eindigheid niet alleen ongewenst, maar zelfs ook onethisch. Onethisch. Want als er enorme inspanningen worden geleverd door gemeenten, door coffeeshophouders en door anderen, als de resultaten van deze inspanningen positief zijn, dan dient de overheid zich te committeren dat het passende vervolgstappen neemt. Want we zijn geen wetenschappelijke instelling die alleen maar aan het onderzoeken is. Mevrouw Bergkamp. Dank u wel, voorzitter. Ik vind het goed dat mevrouw Buitenweg deze vraag stelt, want ik merk ook in de praktijk dat er veel verwarring over is. Laat ik aangeven hoe ik het interpreteer. Kijk, het is hartstikke goed dat een experiment een begin en een einde heeft. Je moet er niet aan denken dat er een experiment voor altijd door gaat lopen. Dat mag nog ineens juridisch gezien. Dus het is heel belangrijk dat er een begin en een einde zit. Maar er is de mogelijkheid om het experiment een half jaar te verlengen. En er is nog eens een keer mogelijkheid om via een ANVB het anderhalf jaar weer verder te verlengen. In afwachting, bijvoorbeeld, als het zittende kabinet enthousiast is, om het om te zetten in nieuwe wetgeving. Of misschien ga ik zelf iets doen met mijn wet die wacht in de Eerste Kamer. Daarmee kan dat wat is opgebouwd in het experiment bijvoorbeeld opgenomen worden in een nieuwe wet. Zo is hoe ik het interpreteer. En mijn vraag is aan mevrouw Buitenweg. Als dat zo is, is mevrouw Buitenweg dan tevreden? Mevrouw Buitenweg. Ik vind het overigens interessant dat het nu omgaat hoe mevrouw Bergkamp het interpreteert. Want dat had ik haar eigenlijk willen vragen in de interruptie. Maar ik vind ze komt straks wat dat betreft eerst. Doen we dan gewoon een dialoog vandaag. Dat vind ik ook allemaal goed, buiten de regels. Waar het mij om gaat is dat ik nu, en dat kan ook per motie, en daar wil ik best ook over in gesprek gaan. Ik wil duidelijk hebben dat na afloop van dit experiment, of voordat het helemaal is afgelopen, die 4 jaar of met die verlengingen, dat ergens daar er een besluit is van dit parlement over hoe we nu verder gaan. En dat kan zijn, als het helemaal prut is verlopen, dat we niks gaan reguleren. Het kan ook zijn dat we gaan besluiten tot reguleren van de achterdeur, waarvan ik als GroenLinks er op dit moment de meeste voorstander van ben. Maar dat betekent dat we een besluit hebben. En wat ik nu nergens hier terugzie in de wet, dat zo'n besluit genomen gaat worden, voorgenomen is. Wat u zegt, of wat mevrouw Bergkamp zegt, en dat snap ik heel goed, is dat ze zegt, er is een bepaalde tijd en die tijd kan verlengd worden en in die tijd kan er een besluit genomen worden. Ja, dat kan. Maar er is nergens hier vastgelegd dat er ook zo'n besluit voorgenomen is of voorbereid gaat worden. En waar ik dan ook graag een motie op zou willen indienen, of misschien ook de toezeggingen ga krijgen van de minister, dat vind ik ook al heel wat, is dat gezegd wordt dat dit besluit, dat dit niet zomaar verloopt, dit experiment, maar dat er een beslissing zal worden genomen over hoe we verder gaan. En dat er dus niet een automatisch einde gaat komen en dat we dus niet automatisch kunnen gaan terugvallen op de huidige situatie. Dat is wat ik wil. Mevrouw Bergkamp. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben inderdaad een soort van dialoog. En straks, volgens mij ben ik de derde spreker en dan kunt u mij ook interrumperen. Volgens mij zijn we het eens met de interpretatie van zoals u die net aangaf. Nee, ik ben niet eens over die. Ik geloof misschien niet dat het goed hier staat. Dat mevrouw Bergkamp haar zin afmaakt. Ja. Met uitzondering van één ding. En dat is waar we de bewindspersoon denk ik ook goed op kunnen bevragen. En dat is wanneer wordt er een besluit genomen? En dat snap ik. Je gaat niet evalueren voor niks. Je wil dan dat het zittende kabinet een besluit gaat nemen. En dan wil je een debat als Kamer. Dus die snap ik en die vraag deel ik ook. Dus het is goed om te kijken hoe de bewindspersonen die vraag beantwoorden. Mevrouw Buitenweg. Ja. Nou, mevrouw de voorzitter, u zult ook tevreden zijn, want ik kan dan een stukje weglaten. Prima. Ja, maar in ieder geval is de crux dat ik wil dat er een beslismoment komt
En dat dat ook vastgelegd wordt ergens, dat er een beslismoment komt, zodat we niet ineens gaan terugkeren naar de huidige situatie zoals die bestond voor het experiment, zonder dat we daar met elkaar echt een beslissing over hebben genomen. Voorzitter, volgens het wetsvoorstel zullen maximaal 10 telers de toelevering gaan doen. En naar alle waarschijnlijkheid zal wel een meervoud van die telers zich gaan aanmelden als gegadigde. En de minister voorziet in dat geval uiteindelijk in een loting. Maar ik denk dat dat onverstandig is. Het kan er in theorie toe leiden dat er wel ook 10 alleen maar kastelers worden aangesteld. Terwijl verschillende teeltwijzen juist belangrijk zijn voor de diversiteit. Is er toch niet een andere selectie mogelijk waarin kwaliteit voorop staat? Of waarin een consumentenpanel of de coffeeshop zelf een rol kunnen spelen? Dat vraag ik aan de minister. Tot dat consumentenpanel is overigens nog niet besloten. Ik las in de stukken dat de minister hier nog niet helemaal uit was, maar in principe welwillend de wensen hierover van verschillende organisaties heeft aangehoord. En mijn vraag aan de minister zou dan ook zijn, is er inmiddels witte rook? Want zo'n panel lijkt GroenLinks een goed idee. Voorzitter, wanneer is het experiment een succes? Wat is de maatstaf van de minister? Is het experiment een succes als er afname is van criminaliteit en verbetering van de volksgezondheid? Of is het ook al een succes als er geen sprake is van een verslechtering? En de commissie Knotneres die stelt dat laatste. En hoe ziet de minister dat? Ik vind dat er nog te weinig duidelijkheid is over wanneer er sprake is van een succes. En vanwege de beperkte opzet zal het voorkomen van verslechtering eerlijk gezegd al een enorme kluif zijn. Want op dit moment koopt zo'n 50% van de cannabisgebruikers de producten ergens anders dan in een coffeeshop. En er is een serieus risico dat die zwarte markt toeneemt als de coffeeshops minder aantrekkelijk worden door een beperkter aanbod of door een overdosis aan goede raad over een verstandig gebruik. En de kans dat klanten de zwarte markt opgaan is groter wanneer sprake is van een Big Bang. Beter is om langzaam in te faceren. Om de legaal geproduceerde producten in de schappen te hebben naast de illegale en die langzaam die laatste er binnen een redelijke periode uit te halen. Dat geeft klanten ook de kans om te wennen. Erkent de minister de voordelen van het infaceren en ook de reële risico's van een Big Bang? En dan, het is voorzien dat de telers uitsluitend leveren aan coffeeshops in de geselecteerde gemeente. Ik weet dat het gek is, maar ik wil de minister vragen of het mogelijk is dat leveranciers ook leveren aan andere coffeeshops in niet-deelnemende gemeenten. En natuurlijk kan dit dan alleen onder hele strikte voorwaarden, zoals die ook gelden aan coffeeshops in het experiment. En de effecten daarvan zullen niet relevant zijn voor het onderzoek. Maar hoe goed zou het niet zijn als coffeeshops hun spullen kunnen betrekken bij legale, bona fide telers en de banden doorsnijden met illegale netwerken? Dus het experiment blijft op zichzelf staan, maar de telers die dan toch geselecteerd zijn, die zouden dan ook kunnen leveren aan andere coffeeshops in andere gemeenten die aan voorwaarden moeten voldoen om te voorkomen dat natuurlijk de wiet overal weglekt. Maar je hebt dan nog wel ook daar een legale toeleverantie. Dat zou in mijn ogen echt een goede bijkomstigheid zijn. En tenslotte een ander onderwerp dat in ieder geval de grensgemeente bezighoudt, wat in de ANVB geregeld moet worden, maar wat ik toch hier ook van belang vind om te noemen. En dat is het ingezetene criterium. Een aantal gemeenten heeft er in de afgelopen jaren van afgezien om dit criterium strikt te handhaven. Het leidde tot te veel overlast op straat en een erg levendige straathandel. Ik lees het wetsvoorstel zo dat lokaal maatwerk nu dan niet meer mogelijk is. Heeft de minister hierover gesproken met de VNG en hoe kijkt hij nu aan tegen de mogelijkheden voor gewenste lokaal maatwerk? Voorzitter, toen GroenLinks voor het eerst hoorde over het wiet-experiment waren we gematigd enthousiast. We vonden het zeer spijtig dat het wetsvoorstel Bergkamp-Berndsen daardoor voorlopig niet verdedigd zou worden in de Eerste Kamer, maar het was in ieder geval een klein stapje. In veel landen om ons heen worden veel grotere stappen gezet, maar ook kleine stapjes moet je koesteren. Toen we daarna de uitwerking kregen, maakten we ons zorgen, want we vroegen ons af of het experiment nou wel bedoeld is om te slagen of om de coalitie deze jaren door te helpen. Ik hoop van harte dat de opzet niet spijkervast zit en dat er ruimte is voor verbetering, want dat is in de ogen van mijn fractie wel nodig. Dank u wel.